5D-energie om. Wat ben jij ermee aan het doen? Ga jij mee met de overheid en het bange gedoe? Ga jij mee op het internet met het boze gedoe? Ben je daardoor afgeleid van wat er buiten je gebeurt? Hoe voel je de energie in je lichaam? Ja, de spirituele en zo, en dingen die dan bij je kroonchakra horen, ja. Bij de rest van de chakras natuurlijk. En je hebt eigenlijk allemaal zo'n geloofssysteem, we zijn allemaal zo geïndoctrineerd, zo veel propaganda, dat we gewoon allemaal echt gebrainwashed zijn, waardoor we gewoon niet met ons onze hogere bewustzijn bezig zijn. Maar nu met die energie op aarde, dat het zo hoog is, dat het gewoon in jouw lichaam, je energie, die chakravelden, een boost geeft. Als je echt alles kan loslaten, al die programmering, ja, ga dingen gaan onderzoeken of het allemaal wel waar is wat je geleerd hebt. Echt, als je voelt wat er allemaal door je lichaam gaat nu, dan kan je daar wat mee doen. Als je alleen maar afgeleid bent, in het bange en in het boze, in de lage frequenties, meegaat met poppenkast, in het ene showtje naar het andere showtje intrap en volop bezig ben met de emoties en wat jij er allemaal wel niet van vindt, dan ben je gewoon niet met jezelf, ben niet in jou. Dus dan laat je gewoon kansen voorbij lopen, kansen die misschien wel waar je zelf echt tekort mee gaat doen. Nou, als dit wel een zo'n upgrade kan krijgen en geen bewust van hebt, dan ga je die upgrade niet krijgen ook. En ik denk zelfs met die hogere frequenties op aarde nu, dat je er zelfs misschien wel last van kan krijgen. En dan is de overheid natuurlijk volop bezig met iedereen bang maken met een corona. Het is gewoon niet wat ze zeggen dat het is. Een virus. Dat is ook gewoon energie natuurlijk. Maar je krijgt gewoon echt energie binnen. Al die energie wat om jou heen zit, wat in jouw eigen bubbel zit. Echt, als jij alles maar eruit gooit, gooi je dat in je eigen bubbel, dan ben je eigenlijk gewoon, je bent gewoon aan het manifesteren, zonder dat je het door hebt. Als jij wel bewust bent in die energieën en de emoties, als jij gewoon, als jij iets voelt in je lichaam, en daarover na gaat denken, wat het is dat je voelt, maar ook wanneer jij iets denkt, dat je dan naar je lichaam gaat luisteren. En wat voel ik daar dan bij? Ja, die twee dingen, als je dat versterkt, dan versterkt de een meteen de ander ook. En als je dan niet meer aan het denken bent wat je voelt, niet meer voelt wat je denkt, maar je de zintuigen gewoon gebruikt, waardoor het automatisch gaat. Kom je gewoon op een hoger bewustzijn, dan kom je echt tot besef van dingen. Dan doet al die poppenkast, die doet je allemaal niet meer. En of juist wel, je ziet wat ze aan het doen zijn en iedereen die trapt er maar in. Maar ik denk echt, we leven echt in het nu. En nu zijn er dingen bezig. Ja, je kan wel naar gisteren kijken of in het verleden of bezig zijn met morgen of maar dat is ook allemaal nu. Ik denk dat het echt belangrijk is dat je
energie, die corona, die wil je dus gewoon krijgen. Dat je dat ook gewoon echt in je lichaam laat komen. Dat daardoor jouw energieflow daardoor beïnvloed wordt. En dan met jouw, ja, met je eigen emoties die je niet uit, maar die je gebruikt voor in het lichaam. Reinig je met die energie, reinig je gewoon iets eruit. En ja, daardoor kan je misschien ziek worden dan. Maar als dat er allemaal uit is, dan kan je dingen binnenlaten, dan ga je allemaal nieuwe energieën binnenkrijgen. Dan ga je echt die upgrade krijgen. En dan heb je gewoon de mooie dingen en misschien wel de toekomstdingen. Het mee naar 5D gaan. Het vage, nu zit er gewoon echt in het vage vuur. Jij zit in je eigen vage vuur. Ja, alles wat er om je heen gebeurt, waar invloeden dus iets uitoefenen, zodat er dingen om jou heen gebeuren. Die geven jou je eigen demonen. En die wil jij uiten. Als je ze niet uit, kan je echt gebruik maken van het hele vieze spel wat nu bezig is en er gewoon van profiteren. Tegelijkertijd brengen ze dat hele bewustzijnsveld van de aarde, dat brengen ze echt omhoog. Ondertussen onderdrukken ze de mensen die er niet van kunnen profiteren. Je bent gewoon een vrij mens, dus je bent een ziel. Blijf gewoon weg van die vaccinaties. Ga geen uren een mondkap dragen. Zodat je die energie van jou niet in je lichaam kan nemen. En die energie van jou niet aan jouw ziel kan geven. Echt waar, mensen moeten echt bewuster gaan worden. Want je bent echt jezelf nu aan het beoordelen. En sommige mensen zijn echt heel goed van hunzelf. Dus er is al een hele massa die gaat slapend mee, omdat ze hele goede mensen zijn. Een heleboel mensen die wel het kwaad in hun hebben, daar niet aan gewerkt hebben, dat niet losgelaten hebben. En zometeen al die energie in jouw ziel, jouw lichaam ingaat. En daarna weer eruit wil. Gaat echt alleen maar het licht, wat het goed is. Geen pijn doen. En je draagt karma bij je. Dus je moet eraan werken. Het is nu gewoon echt tijd om vanaf liefde en mededogen jouw bewustzijn te groeien. Het is echt. Zit er toch in een soort van eindtijd. Je moet wel meegaan, je moet wel dingen doen, al wil je mee naar dat nieuwe. In ieder geval wil je mee naar het nieuwe met een upgrade. Want echt waar anders, als je niet die 5D-frequentie niet daarin meegaat, dan wil jij zometeen 5G. Dan wil jij straks een chip in je hoofd. Dan wil je op het internet aangesloten, want anders ga je het gewoon niet allemaal niet kunnen bijbenen. Mensen moeten nu echt zelf gaan kiezen. Ga jij zelf denken, ga je zelf je lichaam voelen, begrijpen, ga je echt de zintuigen zelf gebruiken of ga je gewoon als een zombie door het leven, mondkap op, zodat je geen energie in en uit kan laten, ga je bang zitten, laat jezelf opsluiten, iedereen moet nou zijn eigen keuzes maken. Zoals het er nu uitziet, hangt iedereen in zijn ego, niet in het bewustzijn. Je
Ik zou echt liefde, mededogen. Als je iets denkt, voel het. Als je wat voelt, denk erover na. En gebruik je zintuigen.